De knipperlichtrelatie van André Hazes Jr. en Monique Westerberg was ooit een hot topic, maar begint steeds meer te vervelen. De twee plaatsten gisteren stories vanaf Schiphol, waar ze aan het wachten waren op hun vakantievlucht naar het Caribische gebied en dat maakt relatief weinig tongen los. Er klinken continu wisselende geluiden over hun samen zijn. De een zegt dat ze elkaar alleen nog opzoeken in het kader van hun zoontje, de ander zegt dat ze gaan trouwen in het vervolg van zijn docusoap. Bij shownieuws denken ze het eerste, want daar vinden ze dat André en Monique er nogal chagrijnig uitzien op Schiphol. Showkenner Bart Ettekoven: er zit toch een naar randje aan de Carib, want de vorige keer dat ze samen naar Bonaire gingen is daar de bom eigenlijk gebarsten. Toen kwamen ze terug, is André vertrokken en in de armen van Sarah gevlucht, dus de vorige vakantie naar het Caribisch gebied is niet zo heel goed afgelopen. Patty met een knipoog, maar ze zijn er ook wel eens uit een toilet gekomen dat het weer goed was. Dianta, ik wil zeggen. Dat André op vakantie was met Bridget en uiteindelijk met Monique terugging. Bart, het kan alle kanten op, zeker nu Yvonne gisteren heeft bekendgemaakt op haar Instagram-kanaal dat André het wel heel erg gezellig zou hebben met een Latina-dame en dat hij eigenlijk helemaal niet meer zo zit te wachten op Monique. In hoeverre is dat een verrassing voor Monique en in hoeverre bederft dat de sfeer tijdens deze vakantie? Ik kan me voorstellen dat Monique toch wat vragen heeft, naar aanleiding van zo'n post, zegt hij. Patty, die heeft toch niets meer te vragen? Dit is toch gewoon een familievakantie? Dianta, kan het niet gewoon zijn dat dit perfect co-ouderschap is? Dat zij helemaal niet meer hoopt op een relatie en zij gewoon lekker als gezin op vakantie gaan? en niet als lovers. Patty: Nou, gezien de sfeer in de lounge dat iedereen op zijn telefoon zit. Dianta, Nou, goed. Jij loopt daar toch ook niet te tongen met Antoine? Studiogast Leontine van Moorsel daarop. Ik vond het er ook niet heel gezellig uitzien. Patty: Nee. Dianta denkt er het hare van. Ja, maar dat vind ik altijd zoiets. Het is Schiphol en geen etentje, toch?